Een specifiek platform dat het in de toekomst gaat maken, dat is moeilijk om een voorspelling over te doen. Maar wat je wel ziet als trend, is het gegeven naar nog kortere dan Facebook berichten, nog korter dan Twitter berichten zelfs. Waardoor je platformen als Kik en Snapchat en dat soort dingen, die vandaag door heel veel tieners worden gebruikt, ik zie die ook evolueren naar een soort mainstream. Alleen is de vraag hoe we met dat soort dingen gaan omgaan.